Welkom bij een nieuwe aflevering van Novum, waarin we spreken over dilemma's die de advocatuur bezighouden. Vandaag gaat het over weerbaarheid en daarover spreken we met Jeroen Soeteman, bestuurder van de Nederlandse Orde van Advocaten, Marieke de Jong, advocaat en Onno Pauw, weerbaarheidstrainer. Jeroen, weerbaarheid, dat is een mooie term. Wat betekent het eigenlijk? Ja, weerbaar zijn is eigenlijk het kunnen inschatten van situaties, van mogelijke dreigingen en daar ook naar handelen. Dus dat je ook een grens aangeeft naar een ander, of dat een cliënt is of een wederpartij. En dat je daarmee eigenlijk zorgt dat de professionaliteit die je moet behouden, ten opzichte van die ander waar je mee spreekt, dat die in acht wordt genomen. En dat kan fysiek zijn, dat je denkt iemand kan een gevaar nu gaan vormen, maar het kan ook te maken hebben met een verzoek wat een cliënt doet, waarvan je denkt, ja, maar dit voelt niet goed. Eigenlijk is dit niet waarom ik voor die cliënt aan het werk ben. En als je dat dan op een goede manier kan aangeven en daar wordt ook naar geluisterd, dan ben je weerbaar. Het is dus eigenlijk voor jezelf opkomen in een zekere zin. Dat zal voor advocaten niet moeilijk zijn, want iedereen weet dat advocaten niet op hun mondje zijn gevallen. Nee, over het algemeen niet. Maar het is wel iets anders, denk ik, dan wat we normaal doen. Een advocaat is meestal bezig met een conflict, een juridisch conflict, een botsing van rechten. En vanuit daar zijn we wel gewend om te gaan met emoties. Heel veel onderdelen van ons werk zit een cliënt achter, zit een verleden achter en dat brengt emotie met zich mee. Maar het is heel wat anders of je daarover spreekt met iemand of dat die persoon, die cliënt of die wederpartij opeens je bedreigt of op je schoolplein staat of achter je aankomt. Ja, wat je dan doet, dat is dan wel de vraag. Ja, Onno, wat doe je dan? Jij bent weerbaarheidstrainer. Jij maakt dit vaak mee. Wat doen we dan? Ja, het begint over het algemeen dus dat je eerst jezelf onder controle krijgt. Want als er emoties bij komen kijken, doet dat iets met jou als mens. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je gaat doen, dus een stukje zelfregulatie. Dan ga je een taak inzetten. En in deze zou er dus een deescalerende vaardigheid kunnen zijn om ervoor te zorgen van, oké, hoe krijg ik nu mijn cliënt of degene die tegenover jou zit eigenlijk onder controle? En dat is een kwestie van oefenen, om daar vaardiger in te worden. Maar het bestaat altijd ten eerste met jezelf. Dan ga je die taak inzetten en dat heeft regulatie bij de ander. En dan kan het zijn dus dat het deescaleert. Dus dat zijn eigenlijk de stappen die je daarin neemt. En vanuit die zelfcontrole krijg je dan ook dus dat je goed kan inschatten, oké, waar zit nu eigenlijk de frustratie of de dreiging van diegene die tegenover je zit. En dat betekent ook weer dus als je goed wil gaan luisteren, moet je eerst jezelf onder controle hebben. Goed luisteren, waar zit nu eigenlijk het probleem? En vanuit het luisteren ga je inzetten op emotie of op de dreiging. En als je dat meer concreet moet maken, hoe doe je dat met een lastige cliënt? Ja, daar zijn verschillende technieken voor. Als het vanuit frustratie is, dan geef je hem ruimte, je luistert, stilte in acht nemen. Misschien nog eens investeren op die emotie die geuit wordt. Ik bedoel, als iemand verdrietig is vanuit een bepaalde uitslag, dan mag je daar ook best wel op gaan investeren. Daar zit iemand ook nog in die emotie. En als je daarop investeert, dan kan je eventueel weer cognitief gaan handelen om te kijken wat de vervolgstappen zijn. Het start altijd eerst investeren op dat stukje emotie. Dankjewel, Onno. Interessant. Je hebt vast nog veel meer tips voor ons zo. Marieke, jij volgde zo'n training, zo'n weerbaarheidstraining. Je bent advocaat. Waarom volgde je die training? Klopt. Ik heb inderdaad de training gedaan bij Onno. Ik ben 20 jaar geleden ongeveer in de advocatuur begonnen. En ik zie dat de tijden echt zijn veranderd. Met name na corona merken wij ook op kantoor dat de mensen een korter lontje hebben, sneller boos worden. En vonden wij het aanleiding om daar ook iets mee te doen. Vroeger zaten wij als kantoor in het centrum van Rotterdam. Stond de deur open, kon iedereen gezellig in- en uitlopen. Tegenwoordig zitten wij in het centrum van een dorp en hebben we de deur op slot. En moet iedereen eerst aanbellen. Dus de tijden zijn wel degelijk veranderd. Daarnaast ben ik vorig jaar een tijd bedreigd geweest. Ik had een cliënt, een werkgever die ik bijstond, die ik het advies heb gegeven om een werknemer op staande voet te ontslaan. Wat deze werknemer niet accepteerde en die heeft het op mij gemunt. Hij heeft mij lange tijd hele intimiderende e-mails gestuurd, waarbij die Jan en Alleman in de cc zetten. Deken van de orde, het UWV, de bedrijfsarts, de politie, noem maar op. Hij besloot zo nu en dan ook onaangekondigd naar mijn kantoor te komen, terwijl hij aan de andere kant van het land woont. En de druppel was eigenlijk het moment dat hij mij wist te vertellen dat hij 's avonds bij mij thuis lang zou komen.
Ik heb 3 kinderen, 3 jongens in de leeftijd van 11 en 16. En ik moest mijn kinderen in 1 keer gaan uitleggen dat als de deurbel zou gaan, zij niet open konden doen. Iets wat wij niet gewend zijn. Nee, heel heftig. En hoe heeft de training je hierbij geholpen? De training die heeft mij in die zin geholpen bewust te worden dat dit ook daadwerkelijk risico's zijn. Ik denk dat iedere advocaat zich wel herkent in het feit dat je het normaal vindt dat je denkt dat zoiets bij je beroep hoort. Dat accepteer ik niet meer. Wij hebben goede tips gekregen over hoe kijk je naar mensen die binnenkomen. Nou, de deur die dan voortaan op slot is. Als mensen binnenkomen, hoe gedragen ze zich? Waar ga je zitten in de spreekkamer? Dat soort dingen die zijn voor ons heel bewust nu op de voorgrond getreden. Daarnaast is het ook zo dat wij echt de grens stellen dat als mensen ons niet goed meer behandelen, wij daar dus actie gaan ondernemen. We hebben een goed contact met de politie, helaas zou ik bijna willen zeggen, en de wijkagent. Ja, Jeroen, hoe gaat de politie daar eigenlijk mee om met dit soort problemen? Ja, de politie gaat er steeds beter mee om. Het is wel minder goed gegaan. Daar hebben we wat ervaringen van teruggekregen, ook van advocaten. We zijn ook zelf in gesprek gegaan met de politie. En wat heel belangrijk is dat advocaten die besluiten om aangifte te doen, dat ze weten dat wij advocaten onderdeel zijn van de veilige publieke taak. En dat is een term die de politie kent. En als je die benoemt bij het verzoek om aangifte te gaan doen in de aangifte zelf, als het goed is, weet de agent dan, hier moeten we voorrang aan geven bij de behandeling, maar ook hier gaan we over het algemeen als Openbaar Ministerie hogere straffen voor eisen. Het is altijd wel goed om dat te blijven benoemen. Niet elke agent weet het nog. Dus dat is eigenlijk ook ons advies aan de advocaten die zo'n stap zetten. Veilige publieke taak zijn ongeveer de 3 beste woorden die je kan gebruiken om het de aandacht te laten geven die het verdient. Ja, en de NOVA faciliteert weerbaarheidstraining. Ze zijn gratis voor advocaten. Waarom doet de NOVA dat? Omdat het helaas noodzakelijk is. Dat is eigenlijk het meest eerlijke antwoord. We hebben al lang vanuit de advocatuur gehoord dat mensen zich zorgen maken over hun positie, fysiek, maar ook qua intimidatie, dingen die van ze gevraagd worden. We hebben een onderzoek gedaan waaruit bleek dat de helft van de advocaten het afgelopen jaar enige vorm van agressie, bedreiging, intimidatie heeft ervaren. En 2/3 van hen zegt, ja, dit heeft echt een serieuze invloed op mijn leven. Dat willen we zoveel als mogelijk proberen te voorkomen. Dat doen we door de weerbaarheidstrainingen aan te bieden. Ook al aan de beginnend advocaten tegenwoordig, maar ook de hele ervaren advocaten. En eigenlijk krijgen we van iedereen terug, dit helpt mij om mijn werk te doen. En het is ook niet alleen maar strafrecht. Het is ook faillissementsrecht, personen- en familierecht, letselschade, heel veel rechtsgebieden waar mensen die agressie, die bedreiging ervaren. Vanuit de NOVA zijn we in 2021 begonnen met de Taskforce Bescherming tegen Ondermijning. En dat is om de advocaten weerbaarder te maken. Om ze te laten zien dat de essentiële positie die wij hebben in de rechtsstaat, dat we die alleen maar kunnen uitoefenen als we misschien wel partijdig zijn naar onze cliënt, maar net zo goed onafhankelijk zijn van die cliënt. Dat leer je bij die weerbaarheidstrainingen. En daarnaast hebben we nog meer dingen die we aanbieden. Als het echt mis dreigt te gaan, is er een noodknop die advocaten kunnen krijgen. En dan ben je meteen in contact met de autoriteiten waar je kan doorgeven wat er speelt. En we hebben bijvoorbeeld ook een veiligheidsscan. Waar Marieke net ook over sprak, de positie op je kantoor. Hoe werk je? Hoe ziet je kantoor eruit? En dan komt er een bedrijf langs, is ook gratis. En die maken een rapport om je bewust te maken wat de risico's op je kantoor kunnen zijn en hoe je dat kan verbeteren. Nou, dat allemaal doen we gratis, omdat wij dit willen aanbieden aan de advocatuur. Omdat we willen dat de mensen weerbaarder worden en met veel plezier, want uiteindelijk gaat het daarom, ons werk goed kunnen doen. Ja, er gebeurt dus nogal wel eens wat, Onno, in de advocatuur. Over wat voor soort bedreigingen hebben we het hier? Ja, het is eigenlijk heel breed wat de bedreigingen betreft. Het begint over het algemeen hoe iemand het individueel ervaart. Wat voor de ene een bedreiging is, voor de ander niet. Dus als je geïntimideerd wordt in taalgebruik, kan het voor iemand die start al intimiderend zijn. Van waarom gebruik je dit tegen mij? En als je kijkt in het segment van de georganiseerde criminaliteit, zien we dus dat daar niet geschuurd wordt om het wapen ook wel eens te gebruiken om iets voor elkaar te krijgen. Wat Marieke net al aangaf, privé laat men ook niet ongemoeid. Dus dat betekent dat je niet verbaasd moet staan. Dus als er een cliënt of iemand van de wederpartij langs het hockeyveld staat of jou iets toestuurt om aan te geven, ik weet waar je woont. Nou, dat kan als zeer bedreigend natuurlijk ervaren worden.
ondanks dat er misschien nog helemaal niets ingezet is. Dat zijn eigenlijk wel voorbeelden die we toch wel veel horen in de trainingen. Ja, dat klinkt natuurlijk bijzonder intimiderend. Hoe heb jij dat ervaren, Marieke? Ja, ik ben niet zo heel snel bang aangelegd, dus dat scheelt. Maar ik ben met name erg boos. Het voorbeeld wat ik net aanhaalde, dat was de eerste keer dat ik 's avonds het kantoorpand uitliep om naar huis te gaan. En me realiseerde dat ik zo nu en dan eens achterom keek. En dat maakte mij wel kwaad. Je probeert in je beroep zoveel mogelijk mensen goed te helpen in de problemen waar ze voor staan. En als dit dan het resultaat is, dan is dat erg treurig. Ja, Jeroen, sta je dan helemaal alleen voor bij zo'n bedreiging? Als het goed is, niet. Ik besprak net al een aangifte die je kan doen bij de politie. Kijk, we hebben een hele belangrijke taak in de rechtsstaat, maar de overheid kan niet altijd onze veiligheid waarborgen en garanderen. Je kan wel ook naar het Openbaar Ministerie gaan. De lokale deken kun je benaderen. En bij de Nederlandse Orde van Advocaten hebben we de noodlijn die je kan bellen. En als de omstandigheden daartoe zijn, kun je meteen worden doorgeschakeld met of het NCTV of het Openbaar Ministerie. Daarnaast is het eigenlijk altijd goed om erover te praten. Met je collega's, met familie, met vrienden. En dan gaat het niet eens over dat je praat over iets wat onder je geheimhoudingsplicht valt, maar hoe het met je gaat, wat je ervaart, dat je een situatie hebt ervaren waar je gewoon iets over kwijt wil bij een ander. Je werkgever als laatste is ook wel belangrijk om te benoemen. Die hebben een plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat vloeit ook voort uit de risico, inventarisatie en evaluatie. En daar kan je dus ook mee praten om te kijken wat er misschien kan worden verbeterd om daarvoor te zorgen. Ja, dat klinkt als een heel mooi begin in elk geval, Onno. Maar heb jij nog meer tips voor advocaten? Ja, het begint eigenlijk mee dus dat je bewust bent, dus dat je in een beroep zit in de frontlinie waar het een en ander van je verlangd wordt. Je moet daar presteren en de bedreigingen die geuit worden, emoties die een rol spelen, dat zijn afleiders en dat doet iets met jouw presteren. Ja, dus weet dus dat dat een hele normale reactie is op een abnormale situatie. En probeer dan ook vanuit door oefenen daar beter mee om te gaan. Een tip is bijvoorbeeld, bereid je voor op waar je mee te maken kan krijgen. Als jij een slecht nieuwsgesprek krijgt, neem een aantal scenario's voor jezelf door. Hoe zou het kunnen verlopen? Informeer kantoorgenoten. Weet je, als je ergens zitting hebt, hoe een beetje de veiligheidsprocedures daar georganiseerd zijn. Dat geeft je het gevoel van regie. Ja, en daardoor voel je je ook over het algemeen al weerbaarder, omdat je weet hoe de dingen zouden kunnen lopen. En als je dan te maken hebt gehad met een heftige gebeurtenis, dan is het ook eigenlijk heel logisch dus dat je dat bespreekbaar maakt met collega's. Ja, dus een stukje diffusing is heel menselijk. Je vertelt wat je meegemaakt hebt. Misschien krijg je dan van de collega's zo'n tip. Er is een heel mooi sociaal vangnet, treedt dan ook in. Ja, dus dat zijn echt wel de tips die ik de mensen mee wil geven. En oefenen. Dus de opmerking nog die ik erbij wil plaatsen. Oefen het. Je kan het gewoon thuis met je kinderen, met je partner kan je het oefenen. En dat hoeft niet per se zich voor te doen in de situatie zelf. Maar daarbuiten kan je het gewoon oefenen en kan je bekwamer worden. Dus uiteindelijk, net zoals met autorijden, ben je onbewust bekwaam geworden en kan je nog beter presteren. Dankjewel Onno voor deze tips. Dankjewel ook Marieke en Jeroen voor dit interessante gesprek. Wilt u thuis reageren, dan kan dat via LinkedIn of via X. Gebruik dan vooral de hashtag Novum. Dank u wel voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.